Yo mensen van Doe Maar Gamen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe episode van Minecraft Tech It. Wij gaan lekker verder waar we de vorige keer waren gebleven. Of eigenlijk niet helemaal, ik was namelijk net al aan het opnemen, ongeveer 5 minuten geleden. Ik begon namelijk gewoon weer op het punt waar we de vorige keer waren gestopt. Maar wat dacht mijn opname? Fuck jou joh, je drukt op het verkeerde knopje, dus ik ga niet opnemen. Dus eigenlijk is het gewoon mijn schuld, maar daar gaat het niet om. Het gaat er wel om dat ik nu eigenlijk een soort van de opname helemaal opnieuw moet doen. Gelukkig nam ik nog maar 5 minuten op en heb ik nog niet echt veel gedaan. Ik ben alleen heel even snel van die kant hier naartoe gegaan en ik heb 2 diamonds gevonden. William, dat ik dat niet op film heb, maar ja, boeien. 2 diamonds, weet je, het is toch iets. Het is niet erg veel. Ik bedoel, het zou chiller zijn geweest als ik er 4 of 5 had gevonden. Maar ik ga niet klagen, want diamonds die zijn sowieso altijd fijn om te vinden. Maar de vorige episode hebben wij natuurlijk een kleine break genomen van onze verhuizing. We zijn namelijk de afgelopen episodes druk bezig geweest met het bouwen van ons nieuwe huis. En de vorige episode had ik jullie verteld dat ik heel even een kleine break wil nemen. Want ja, weet je wat het is? Als je te veel episodes alleen maar aan het bouwen bent, dan is dat niet meer leuk. Dus het leek me wel leuk om de vorige episode even te gaan minen. Dat hebben we daarom ook gedaan. En deze episode wil ik eigenlijk alle ores die wij de vorige episode hebben gevonden. Dus al dit wat we nu hier hebben. Wil ik even gaan condensen, zodat we weer lekker veel diamonds hebben. En diamonds kunnen we dan eventueel weer gaan gebruiken voor andere tools. Of misschien gebruiken we dat wel weer voor het condensen naar andere items. Dus dat is wat ik deze episode wil gaan doen. En ik wil natuurlijk even verder met het bouwen van ons huisje. Neemt hij nu wel goed op, want... Nee, nu is mijn facecam weer weg! Wat is dit? Daar is die! Wat is dit, Minecraft? Wat is dit? Is mijn facecam... Nu is mijn facecam er wel. Nice. Wow! Wat doet OBS? OBS die doet niet fijn. OBS die is aan het irriteren... Wat? Nu is het er wel, oké. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt tussen mensen, maar het is heel erg apart. I'm sorry. Ik ga proberen nu om de zoveel tijd heel even OBS te checken, zodat ik zeker weet dat mijn facecam wel in beeld is. Nu hebben jullie waarschijnlijk 10 of 20 seconden geen facecam gezien. Sorry daarvoor, maar dat is een verrassing. Facecam, yay! Nee, maar ik weet ook niet waarom dat opeens zo... Hé, hier hebben we trouwens nog een mining turtle liggen. Zullen we die even gaan checken? Misschien hebben ze nog wel wat leuks gevonden. Zou maar zo kunnen. Ik bedoel, we zijn er alweer een paar episodes niet geweest. Ik geloof al een stuk of 6, 7. Dus misschien heeft die mining turtle wel wat diamonds gevonden of zo. Of als hij langs diamonds heen is gegaan, kunnen wij dat snel wegminen. En als hij het nou heeft gevonden en kon hij het niet oppakken, dan ligt het er waarschijnlijk nog. Of we moeten er zo lang niet zijn geweest dat het weg is gespand. Even kijken. Ja, nu is het er nog wel. Oké. Er was dus iets goeds mis met mijn facecam. Of niet zozeer met mijn facecam, maar met mijn OBS. Wow. Surprise! Oh, geniaal. Jullie dachten waarschijnlijk... Oh, nee, niet weer zonder facecam. En dan opeens surprise. Toch wel, yay. Kijk, daar is de eerste al. Wat zit erin? Waarom stop je dan? Zo. Die gaat waarschijnlijk een hele lange tijd door met minen. Super chill. Dan gaan wij even hier zo kijken of we nog een mining turtle vinden. Is hier nog een mining turtle? Is hier nog een mining turtle? Je hebt trouwens, hè, daar ben ik achtergekomen. Je hebt 2 soorten jetpack soorten. Je hebt namelijk deze. Die hebben wij, maar je hebt ook deze. Ik weet alleen niet hoe je die maakt. Nee. Ja, deze hebben wij, maar je kunt ook deze maken. En die is sneller, geloof ik. Dus ik ga even kijken of ik die ook kan maken. Dan ga ik zo meteen even opzoeken op de Tech It Wiki. Want ik ben namelijk wel benieuwd wat het verschil is tussen die 2 jetpacks. Nooit verkeerd om een extra jetpack te hebben. Want als de ene op is, kun je dan de andere weer gebruiken. Dat is logica, mensen. Dat is logica. Dus dat is best wel chill. Ik ben een beetje aan het zoeken naar mijn 2e of mijn 3e of 4e mining turtle. Ik had er namelijk een aantal. En ik geloof dat deze weg ook is gegraven door een mining turtle. Dus als het goed is, zie ik hem daar al. En heb ik Optifine? Ja, ik heb gewoon Optifine. Waarom gebruik ik dat nooit? Ga maar eens uitleggen waarom ik nooit Optifine gebruik, mensen. Neemt hij nog steeds op? Hij neemt nog steeds... Kijk, daar word ik dus blij van, hè. Nee, daar kan ik wel blij van worden. Als Minecraft opneemt op de punten waarop het moet, en ik altijd geluid uit. I'm sorry. OBS die is gewoon niet chill altijd. Kijk, meestal is het gewoon chill, neemt het gewoon op, doet het wat het hoort te doen en is het gewoon goed. Maar nee, meestal is het zo dat OBS altijd wel even iets meer raars moet doen voordat ik kan opnemen. En dat is vervelend. Heel vervelend. Maar ja, dat is nou eenmaal zoals het is. What the fuck? Hoe heeft dit ding dit nou weer voor elkaar gekregen dan? Ik ga hem denk ik maar weer meenemen, want om elke keer dit af te moeten gaan voordat we de mining turtle vinden is wel echt een dra... Wat? Oké, je gaat me dus niet vertellen dat ik nu die mining turtle kwijt ben. Ja, je gaat me vertellen. Oké, de mining turtle is kwijt. Weten we dat ook gelijk? Dan, ja, nou ja, weet je. Ik bedoel, dan is dat nou eenmaal... Oeh, kijk, uranium. Dat is nou wel weer chill dat we dat even vinden. Uranium heeft namelijk best wel een hoge EMC. Ik heb geen zin om helemaal terug te moeten lopen. Dus ik ga YOLO'en. Ik ga gewoon makkelijk op deze manier terug. Dit wordt dus weer een episode waarbij we weer een beetje bezig gaan met condensen. Een beetje gaan bouwen, een beetje gaan craften. Gewoon even een lekkere Tech It episode. Waarbij je gewoon de dingen doet die je in Tech It hoort te doen. Gewoon een beetje bezig gaan met apparaten, een beetje te gaan condensen, lekker veel diamonds proberen te krijgen. Gewoon de dingen die je eigenlijk altijd doet in Tech It. Dus, ik heb er zin in, ik hoop dat jullie er zin in hebben. Vind je dit leuk, dan zou je mij heel erg supporten. En om even een groen duimpje achter te laten. Dus doe dat gewoon even, een groene duimpje vind ik super chill om te zien. Dus ik zou het heel erg vet vinden. Doe je, dan moet je natuurlijk alleen doen als je de video leuk vindt. Maar als je de video leuk vindt, dan moet je even op een groen duimpje klikken, like a boss. Dus, nu dat gezegd hebben, kunnen we verder gaan.
En we hebben natuurlijk alweer meer dan 14.000 abonnees. Holy shit, wat gaat het snel. Het idee dat ik gewoon 6 maanden geleden nog tegen 30 man zat te praten met 500 abonnees. En dat ik nu al tegen 3000 man zit te praten met 14.000 abonnees. Dat is gewoon ziek. En ik wil heel veel mensen daarvoor bedanken. Jullie uiteraard, mijn kijkers, want jullie motiveren mij elke keer weer door die likes achter te laten. En natuurlijk David en Milan die mij de kans hebben gegeven om... Milan heeft mij dan de kans gegeven om goedgekeurd video's te uploaden op zijn kanaal. En David die heeft mij erbij betrokken met Team Survival. En op die manier heb ik eigenlijk heel veel subs erbij gekregen. Dus daar wil ik hun voor bedanken. En ik wil natuurlijk jullie bedanken, want zonder jullie was dit ook niet mogelijk geweest. Jullie zijn namelijk de mensen die elke keer mijn video even aanklikken en ze bekijken. En dat vind ik gewoon super episch. En daar wil ik jullie gewoon allemaal voor bedanken. Hey, op deze manier kan ik ook gewoon naar boven. Waarom doe ik dat niet? Dat is ook een mogelijkheid. Oké. Okay. Neemt OBS nu eindelijk gewoon... Hij neemt goed op. Oké. Okay. Kan dat zo? Ja, zo kan het. Prachtig. Ik vind het raar dat OBS het zo vaak doet. Op een of andere manier, als ik aan het opnemen ben en ik kijk dan, bijvoorbeeld na 5 of 6 minuten, dan schijnt het dus gewoon dat hij mijn webcam of gewoon mijn beeld niet heeft opgenomen. Kijk, een webcam, weet je, dat is geen probleem. Want dan zien jullie de gameplay nog en daar gaat het om. Maar als hij echt mijn beeld niet opneemt, zoals wat hiervoor gebeurde... Holy shit, dit gaat echt diep door. Dit is ziek. Wow. Ik neem heel even wat resources mee hier. Nu we toch bezig zijn, dan neem ik gewoon even lekker veel shit mee. Zo hebben we weer even wat voor... Oeh, EMC 1000, man. Dat is best nice. Ik snap eigenlijk niet waarom ik dat nooit meeneem. Ik heb geen flauw idee. Maar waarschijnlijk kunnen we weer heel erg veel diamonds erbij krijgen. Super chill natuurlijk. In onze alchemy bags hebben we ook nog heel erg veel verschillende soorten resources. Dat gaan we allemaal even condensen. En als jullie nog een leuk idee hebben voor wat ik de volgende episode moet gaan doen, drop het lekker in de comments. Ik weet niet of ik deze episode weer verder ga met bouwen of dat ik nog even lekker bezig ben met condensen en minen. Jullie vonden het sowieso wel chill dat ik even 1 of 2 episodes even ging minen en een beetje bezig ging met de apparaat. Omdat al die episodes aan mijn huis bouwen is natuurlijk niet het leukste om naar te kijken. Ik bedoel, als ik bijvoorbeeld 3 episodes achter elkaar aan mijn huis ga bouwen, dat is tof, weet je. Dan zie je gewoon wat progress, kun je zien. Ga weg, helikopter. Of vliegtuig bedoel ik. Flikker op. Ik ben aan het opnemen, hoor je dat dan niet? Tjonge jongen. Dat wou ik ook weer vertellen. Oh ja. Om een paar episodes te zien dat ik aan het bouwen ben is hartstikke leuk. Dat heb ik van jullie ook gehoord. Maar om echt bijvoorbeeld 10, 20 episodes te zien dat ik puur aan het bouwen ben. Dat is gewoon niet tof, weet je. Dat is niet leuk. Dus daarom heb ik de vorige episode en deze episode neem ik even een break. En dan gaan we de volgende episode. En misschien aan het eind van deze episode nog heel even verder met het bouwen van ons mooie, prachtige huisje. En ik heb nog steeds geen leuke naam gezien in de comments. Dus hebben jullie een leuke naam voor mijn nieuwe huisje? Laat hier beneden weten in de comments. Ik heb nu Villa Layop. Maar dat klinkt gewoon niet cool, weet je. Neemt hij nog steeds op. Villa Layop. Oh, kijk, nu ben ik eindelijk een keer goed in beeld. Waarom doe ik dat dan normaal gesproken nooit? Jullie zien ook mijn prachtig mooie mic. Grapje. Grapje, oké. Okay. Grapje. Niet. Grapje. Dit is ook heel diep. Kijk, dit is wel leuk. Ah, bium. Oh, nee, wat doe ik? Wat? Oh, Job toch. Wat doe je nou? Ik hoor jullie allemaal zo denken. Ja, Job, dat is echt fucking jij schuld. Ik weet het. Come on. Jezus, Minai. Ik probeer ook een keer grappig te doen. Dan gaat het weer mis. Zo. Nice. Wat kunnen we hier eigenlijk mee? Kun je daar iets leuks mee? Waarschijnlijk helemaal niet. Waarschijnlijk is dat gewoon... Ja, weet je. Je krijgt het gratis bij een bouwen van een... We moeten echt weer een keer een nieuwe Krammy maken. Sorry hoor. Maar holy shit. Dit gaat echt te ver. We gaan gewoon deze nieuwe Krammy maken. Dat is wat we gaan doen. Holy moly. Wat? Wat? Yo. Yo. Bij John, hè, Emerald. Ach ja, boeien. We gaan voor diamonds. Diamonds. Holy shit, we hebben 33 gold. We krijgen superveel diamonds, jonge mensen. Jonge mensen. Misschien zien jullie wel allemaal pedofielen van 40. Dat kan ook. Dus ik hoef helemaal geen jonge mensen te zeggen. Beetje racistisch. Dat vind ik racistisch. Dat is niet tof. Oh, hier heb ik kool. Kool. Kool in je hol. Oh, Job, wat zeg je nou? Dat is niet lief. Dun, dun, dun. Ja, Job, wat zeg je nou? Dat is niet lief. Dun, dun, dun. Waar komt dat vandaan, dat deuntje? Ja, Job, wat zeg je nou? Oh, maar Job, wat zeg je? Waarom komt er redstone in? Ik weet het niet. Maar Job, wat zeg je nou? Dat is niet lief. Dun, dun, dun. Maar, nee, ik vind het leuk om dit voor jullie te kunnen doen. Ik denk dat jullie het ook leuk vinden. Tenminste, ik hoor altijd positieve, of ik lees eigenlijk altijd positieve reacties over Tekken. Jullie vinden het leuk. Ik vind het leuk. En dat vind ik gewoon super leuk. En ik weet, leuk, 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 leuk. Je kunt geen coalblocks maken. Nee, dat kan niet. Dat dacht ik al wel. Ik vind het idee van coalblocks eigenlijk ook wel een beetje apart hoor. Maar oké, okay, mijn mening. We hebben ook nog een beetje glas voor onszelf nodig, denk ik me net. Zo. Doe ik heel even in een alchemy bag. Op, 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 op. Ja, ze zijn niet geordend, maar nu wel. Oké. Zo. Kijk dan, wat een diamond, gek. Moet je opletten, mensen. Wauw. Wauw, mensen. Wauw, we hebben gewoon al... Enorm veel diamond. Ja, ik wou eigenlijk zeggen, we hebben al zoveel en zoveel diamond. Maar dat kan ik niet echt zeggen, want ik weet nog niet precies hoeveel. Hier hebben we nog wat diamond. Hier hebben we nog wat uranium. We hebben hier nog wat nickelite. Ook heel handig. Krijgen we ook weer een diamond voor.
En hier nog wat? Iron. Het is ongeveer wel. Gooi ik dit er nog even bij. Oké. En nog iets? Nou, dat is het wel. Holy moly, mensen. Kijk hoeveel diamonds we hebben. Dit gaat mij wel echt erg ver. Nou, ik ben alleen maar blij met zoveel diamonds. Misschien nog wat extra redstone. Ook nooit verkeerd. Zo. Tof. Ik bedoel, het is gewoon tof. Ik ga trouwens heel even mijn ding opladen. Mijn jetpack. Oké. En dan ga ik even kijken hoe je ook weer een query maakt. Want dan ben ik alweer lang vergeten al die tijd. Query. Die maak je met... Oh ja, dat was het. Oh, wacht. Ik geloof dat ik dat zelf nog heb, joh. Ja. Alleen maar even gold gear te maken. Gold gear. There we go. Op. Op. Wat? Wat? Heb ik dat... wat? Geen point. Ik dacht heel even, wat? Wat? Ik dacht dat... Wat? Ik wist niet wat ik dacht. Ik dacht iets, maar... Ja, dat was apart. Ik neem nog wat iron gear en dan zijn we klaar. Iron gear. Hebben we nog iron? Hebben wij nog iron? Dan vraag je me wat. Nee, we hebben geen iron meer. Dan moeten we dat even gaan omsmelten. We hebben hier namelijk nog 46. We hebben ook van die iron furnaces, toch? Of welke zijn dat? Deze. Nee, deze. Oh, dat gaat best easy. Dat is best nice. En electric. Ik ga nog lekker snel ook. Nou, mooi. Hoppakee. Zoveel hebben we niet nodig. Maar het is wel chill om even wat iron te hebben, uiteraard. Dit kunnen we nu gaan condensen voor wat meer diamonds. Dat ga ik ook doen. Ja, kom er maar uit. Ja, erin. En oké. 2 diamonds. Wow, we hebben best wel veel diamonds, mensen. Ik heb er niks om aan te merken. Laten we wat uranium gaan krijgen. Dat is ook wel chill. Ja, weet je, uranium. Is dit klaar? Ja, onze jetpack is klaar. Woe, vliegen. Leuk, yay. Iron, zit dat hier nog in? Hoeveel? 3? Beetje weinig, hè? Luister, wat zeggen. 3 is een klein beetje weinig voor mij. Maar de manier, ik neem het gewoon even mee. Zo. Oh, zo. Zo. En die Kirby gaan we uiteraard bij ons nieuwe huis maken. Ik bedoel, die gaan we niet bij ons oude huis maken. Want dat hoeft niet. Dat is niet nodig. Zo. Hebben we nou ook een diamond pickaxe? Ja, die hebben we ook nodig. Wow. Dat is wel duur. Maar ja, weet je. I don't care. Het moet maar. Zo. Pickaxe. Ja, doe maar eentje hoor. Maak het maar niet te duur voor jezelf. 1 redstone. En dan 2 gold. Iron. Wacht, eerst iron. Die moet hier. Nee. Ja, zo. En dan gold. Dat moet hier. En dan diamond moet hier. Andersom, ja. I don't care. En dan moeten we nog 1 zo'n ding hebben. Dan zijn we klaar. Hier hebben we nog wat. En hier hebben we nog wat. En... Ja, zo. En dan pak ik heel even zo stone gear. Dan ga ik even naar de echte workbench. Gewoon de officiële. Even zo. En dan pak ik even mijn iron. Op. Zo. Ook weer gefixt. Ga ik hier naartoe. Zo. En dan plak ik hem hier. Query! Yeah, bitches! Het is ons gelukt. Dan ga ik slapen. En dan gaan we hem zo meteen even bij ons huisje neerzetten. Want ja, dat is natuurlijk wat echt de bedoeling is van deze episode. Ja, surprise. Ik vind het zo leuk, want jullie dachten waarschijnlijk allemaal in het begin van de episode... Ah, jammer, geen facecam. En dan opeens, surprise, toch wel. Oh, wat is dat toch leuke tijd om mensen te verrassen. Tenminste, ik denk dat de meeste mensen vinden het meestal wel leuk dat ik facecam doe. Eigenlijk allemaal. Als ik een keer geen facecam doe, dan vragen jullie altijd om facecam. Jullie liken natuurlijk de video wel, want ja, het gaat al tenslotte om de gameplay. Maar jullie vinden... Oh ja, deze heb ik hier al enorm langs... 9999... Wat? Wat? Deed er redstone in? Wat? Wat? Ik snap het niet. Wow. Wow. What the fuck? Leuk. Oh, wacht. We vergeten wat. We vergeten bijna alles zelfs. Gat in mijn huis maken. We vergeten... de engines. En dat zijn die. En die maak je met cobblestone, piston. Hoe maak je piston? Ja, jongen, dat is makkelijk. Dat is geen probleem. Piston. Ja. Hebben we nog wat hout? Nee, echt niet. We hebben geen hout meer. You're kidding me. We hebben heus wel hout. Ja, we hebben hout. Uiteraard. Hebben we cobble? Ja, we hebben cobble. Hebben we cobble? Ja, we hebben cobble. Nice. Sorry dat ik zo raar doe, mensen. Ik moet even goed opletten. Zo. Pistons. Glas. Ja, dat hebben we nog wel. Hoppakee, glas. Hier. Piston. Hier.
Ah, oh, moet je van het gear hebben. Dat is kut. Daar hebben we hout voor nodig. Heel veel hout. Hout en cobblestone. Zo. Maken we even lekker veel gears. Zo chill. Hoppakee. Hoppakee. Zo, en dan de gears moeten hier zo. En dan nog wat cobblestone. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Zo. Nu komt er iets wat ik belangrijk vind. En dat is kool. Heel veel kool. Dus ik ga wat doen. Ik ga even de boel hier een beetje opbergen zo. Wat we niet gaan gebruiken dan. Die gaan we wel gebruiken. Zo. En dan ga ik echt eens even al een kool bij me hebben. Echt heel veel kool heb ik nodig namelijk. Maak ik een kistje zo meteen met alleen maar kool. Moet je nagaan. Dat wordt echt episch, mensen. Dat wordt mij toch op een tijdje episch. Oké, doe even zo. Hop. Kijk. Er gaat zo meteen allemaal kool in. Er gaat allemaal kool in. Bij die Krabby komt hij te staan. Dus eerst veel kool. Ja, hier wel kool. Mooi. Doen we hier zo in. Nu komt er iets wat ik niet graag wil doen. Of ja, dit heb ik toch niet. Ik weet niet eens waar het nodig voor is. Dus hoppakee. Cool, bitches. Waarom onze diamond in? Hebben we die? Wacht, ik zag hier ook nog iets zeldzaams. Oké, dit moet wel genoeg zijn voor nu dan. Oké, op naar de Krabby. Oh, wacht. Redstone en pistons hebben we nog nodig. Pistons zijn niet zo moeilijk te maken. Doe gewoon even zo. Pistons. Zo. Nou, that's it. Dat was het enige wat ik even nodig zou hebben. Oké, that's it. We gaan terug naar ons oude huis. Of naar ons nieuwe huis eigenlijk. En dan gaan we beginnen aan onze echte quarry. Die kunnen we binnen maken. Ga ik niet doen. Ik ga hem buiten maken. Voor de mensen die denken, ja, maar Job, je zei de vorige episode tegen ons dat je misschien binnen ging maken. Zat ik aan te denken, maar ja, dan heb ik veel te weinig plek voor mijn andere apparaten die belangrijk zijn. Dus ik ga hem gewoon vlak tegen mijn huis aanmaken. Dat dan weer wel, maar niet echt in mijn huis. Dat vind ik een beetje skeer. Dat is niet volgens de rijke Tata-regel. Snap je? Nee? Oké. Hij komt hier. Hier zo. Perfect. Hier. Even kijken. Ja, hier zo. Hier is een mooie plek, dus dan zet ik hem neer. Ja, dat is wel goed zo. Dat is wel goed. Dan moet dit even open gemaakt worden. Neemt hij nog op? Ja, met facecam. Prachtig. Dit even zo. Deze even hier zo. Oep. En deze. Dan moet hier natuurlijk ook nog even eentje er tegenaan plaatsen. En hier ook. Ook twee pistons. Even twee van die dingen erbij. Oep. En dan doe ik hier even de stekkel in. En hier even de stekkel in. En... hier hebben we een stekkel in. En dan weet ik echt zeker dat deze echt fucking lang gaat minen. Dan bedank ik jullie voor het kijken van deze nieuwe episode van Minecraft Tech It. De volgende episode gaan we verder met ons huisje. En dan gaan we misschien nog wel een quarry maken. Want ik wil er lekker veel hebben. Dan gaan wij al die quarries via buizen door laten gaan naar ons huis. En dan gaan we er kisten voor maken. Zodat ze lekker geordend worden. Ik dank jullie voor het kijken. Laat een groen duimpje achter voor meer Tech It. Bij hoe meer groene duimpjes, hoe sneller weer een nieuwe episode van Tech It. Ik dank jullie voor het kijken. En ik zeg later. De mazzel.